Hallo en welkom bij Postmodel Treinstof. Ik heb hier een NS 1100 locomotief met een aantal wagons daarachter om een keer een rondje te rijden. Mijn bovenbaan ligt erop, dus ik kan inderdaad een heel rondje rondkachelen. Een locomotief is een oudje, is door mij zelf gedigitaliseerd, maar hij komt hier goed de helix op. Het zijn niet super veel wagons die erachter hangen. En sorry voor het tegenlicht, maar ik kreeg het niet voor elkaar om dit op een ander moment te filmen. Ja, dit is een boel losliggende rails die hier op wat planken ligt. En mooie kerstverlichting op de achtergrond. De helix af is natuurlijk nooit een probleem. Hier heb ik nog wel wat last gehad van ontsporingen, maar ik denk dat ik dat nu allemaal wel opgelost heb. Een van de wagons die meerijdt is deze NS Hoofdwerkplaats lineaal wagon. Naar mij bekend zijn er twee versies uitgegeven. Eentje die in de speelgoedwinkels te koop was en eentje voor het personeel. Die voor het personeel kwam met een begeleidende brief. Het ging hier om de heropening van de gerenoveerde werkplaats in 1991. En daar zijn er 500 stuks van uitgegeven. Die in de speelgoedwinkels lag was een normaal model met een sticker. Deze hier is niet in al te beste toestand. Ook zonder doos, zonder begeleidende brief en zonder sticker. Wat ik zo vlug kan vinden van het nummer, weet ik niet zeker of dit nu de gelimiteerde versie was voor het personeel of de algemene verkrijgbare versie. Er zit een beetje een rateltje in deze locomotief. Dat moet ik nog eens een keer op gaan lossen met wat smeer en even goed zoeken. Er zit hier nog een oude koppeling in tussen de motor en het draaistel met een veertje. Ik vermoed dat dat hetgeen is wat de meeste herrie maakt. Dat was hem alweer. Bedankt voor het kijken. En like, deel, subscribe. Hoe meer volgers, hoe meer motivatie voor mij. Tot een volgende keer.